Mijn lichaam en jouw lichaam, die zijn beide opgebouwd uit kleine celletjes. Heel ons lichaam zit vol met die kleine celletjes. Die cellen die vormen bijvoorbeeld onze huid. Dat zijn ook de bouwstenen van organen, zoals je longen of je maag. En sommige van die cellen die gaan zwemmen in je bloed, doorheen je lichaam. En sommige van die cellen zijn soldaatjes. Wat dat die doen, is dat die blijven zwemmen door je lichaam totdat ze eigenlijk slechte microben vinden. En die gaan dan die microben dooddoen. Sommige cellen in je lichaam, bijvoorbeeld cellen in je long, die kunnen heel raar beginnen doen. Dit kan bijvoorbeeld komen bij mensen die heel veel roken. Dan gaan die cellen eigenlijk slecht worden en zich anders gedragen. We noemen dat dan kankercellen. Wat die kankercellen doen, is dat die zich blijven vermenigvuldigen. Er komen er meer en meer van die slechte cellen, totdat je eigenlijk zo'n klein bolletje in je lichaam krijgt vol slechte cellen en dat noemen we een tumor. Zo'n tumor, dat is heel erg, want dat maakt de mensen ziek en je kan daar ook van doodgaan. En in ons labo, op de Vrije Universiteit Brussel, dan gaan wij onderzoek doen naar die tumoren. Ik probeer te begrijpen van, wat zit er eigenlijk in zo'n tumor? Welke cellen zitten daarin? Wat doen die? Hoe groeien die? En vooral, hoe kunnen wij die vernietigen? Dus in ons laboratorium gaan we eigenlijk nieuwe medicijnen proberen te maken om die tumoren te vernietigen, dat de mensen niet meer ziek zijn. En hiervoor gaan we andere soort celletjes gebruiken. We gaan eigenlijk de soldaatjes, de celsoldaatjes in ons lichaam gebruiken. Die gaan we veel sterker maken, zodat die soldaatjes eigenlijk de tumor kunnen dooddoen. Zodat de mensen dan langer kunnen blijven leven.